Vandaag, woensdag 15 maart, landelijke verkiezingen in Nederland. En er valt wat te kiezen als u alleen al kijkt naar die kieslijst achter me met vele partijen en vele namen. Het opkomstcijfer in Winterswijk was om 1 uur ongeveer 32%. En helaas kunnen we niet vergelijken met 4 jaar geleden, want dat cijfer is niet bekend. Maar 4 jaar geleden sloot Winterswijk wel af op een opkomstpercentage van bijna 75%. En dat stak toen gunstig af met het landelijk gemiddelde. Dat zal waarschijnlijk ook dit keer weer het geval zijn. Maar dat gaan we zo horen van wethouder Gommers, hoe de ontwikkelingen verder zijn. Meneer Gommers, tot dusver een goed opkomstcijfer, denk ik. 32% rond 1 uur. En toen was het landelijk ergens tussen de 25 en de 27%. Denkt u dat Winterswijk een goede opkomst gaat maken? Dat laat zich wel aanzien, ja. Ik heb vanochtend een aantal van de bureaus bezocht. Toen ook al wel zichtbaar van de oude rotten die daar zitten, dat het echt een stuk beter is als andere jaren. Dat klopt. Er was hier net zelfs het stembureau in het gemeentekantoor. Was er zelfs een wachtrij? Ja, nou, in het buitengebied ook. Wij kwamen in Ratum en daar was dezelfde wachtrij. Dus echt, er is een behoorlijke opkomst en dat is hartstikke goed voor onze democratie. Het is denk ik ook goed omdat er wel wat te kiezen valt en omdat er niet extreem grote partijen uitkomen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bijna iedere stem telt. Of kijkt u er anders tegenaan? Ik kijk er zo tegen dan. Ik vind eigenlijk altijd dat iedere stem telt. Maar als u bedoelt voor de uitslag is het natuurlijk inderdaad belangrijk om met veel kleine partijen, met veel opkomst, ja, dan krijg je natuurlijk meer partijen op het moment dat je ook een hoger percentage haalt. Dat klopt, theoretisch dan, hè? En natuurlijk is het zo als er 4-5 partijen ongeveer op dezelfde hoogte zitten als percentage, als het om percentage gaat, dan is het zeker van belang dat zelfs tientallen nog invloed kunnen hebben op het eindcijfer. Ja, dat klopt. Het is echt van allergrootste belang dat mensen juist nu hun stem uitkomen brengen. Het is prachtig weer. Er zijn er al veel geweest, maar er moeten er nog veel meer komen. Dus echt een oproep aan iedereen om zijn democratische plicht te vervullen en te komen stemmen. En dat zegt u op omstreeks 2:30. We zenden dit om 4 uur uit. Mensen kunnen nog stemmen tot 9:00. Ja, dat klopt. Dus tijd zat. Geen enkele reden om het niet te doen. Het is een kleine moeite en eigenlijk een morele plicht. U heeft zelf al aangegeven waarop u stemt. D66 kwam voort uit een advertentie. Maar u mag natuurlijk geen stemadvies op dit moment doen. Of denkt u er zelf anders over? Ik mag inderdaad geen stemadvies uitbrengen en dat ga ik ook niet doen. Belangrijk vind ik dat mensen hun geluid laten horen en hun stem laten horen. En in het afgeleiden daarvan vind ik het ook belangrijk dat mensen er even over nadenken.